Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Dus om terug te komen op je vraag, ik vind YouTube gewoon eigenlijk gewoon echt heel erg kut. Ik haat YouTube eigenlijk. Zo simpel is dat. Ja, back at it again. Het is tijd voor een nieuw filmpje. Het is dus een dag waarop ik ga zitten voor een camera en jou ga vertellen wat mij in het leven belangrijk lijkt. En zo doe ik dat gewoon in het dagelijkse leven. Ha. Ik word er gewoon moe van. Ik word gewoon moe van filmpjes maken. Echt, het is gewoon keihard werken. Het is echt keihard werken. Zo is het gewoon. Ik vind het leuk als jullie meer van mij te weten komen. Dus daarom dat ik vandaag heb besloten, jongens, ik ga gewoon wederom wat vragen van jullie beantwoorden. Zijn jullie er klaar voor? I am. Geef mij gekke vraagjes, dan beantwoord ik ze. Hey. Nice. Gigi Hadid of Ariana Grande? Ik wil niet overkomen als een lil bitch. Maar ik weet even niet hoe Gigi Hadid eruit ziet. Oh, zo ziet hij eruit. Oeh, lastig. Lastig hoor. Puur afgaand op uiterlijk. Ja, ik vind hem echt moeilijk. I think it's really fucking difficult. Ik ga toch voor Ariana. Sowieso, ja. Nee, ik twijfelde niet eens. Ik deed alsof. Het was zo lekker spannend, weet je. Spannende video's en shit. Kelvin op in his game when it comes to spanning and tension in his video. Pannenkoek of poffertjes? Nou, ik hoef daar eigenlijk helemaal niet over na te denken. Sowieso 100% zonder twijfel, zonder enige vorm van twijfel, poffertjes. I don't even do this. Grap, ik eet het wel, maar ik vind poffertjes chillen. En iemand die wil haten nu, die mag het doen, weet je. Kom maar, haat op mijn hoofd. Pannenkoekenfans, pannenkoekenarmy, kom maar me pakken. I don't give a shit. Ik trap jullie kapot met allemaal poffertjes. Hoe gaat het? Oké, denk ik. Ja. Wat vind je het leukst aan YouTube? Dat vind ik een tering goede vraag. Weet je wat het is? Ik vind eigenlijk niks leuk aan YouTube. Het enige wat ik gewoon leuk vind is filmpjes maken. Gewoon lachen, gewoon filmpjes maken. En of ik die nou moet zetten op een DVD of moet zetten op jouwbuis.nl of filmpjes. Of waar dan ook, dat maakt me eigenlijk niks uit. Het belangrijkste is gewoon dat ik hier kan zitten, of dat ik kan filmen, kan wat dan ook doen, op welk kanaal wat ik ook heb, dat ik gewoon shit kan maken en dat ik ervoor kan zorgen dat ik ernaar kan kijken en denk, wauw man, dit is echt weer lijp, dit is echt weer tof. Om terug te komen op je vraag, ik vind YouTube gewoon eigenlijk gewoon echt heel erg kut. Ik haat YouTube eigenlijk. Zo simpel is dat. Is niet waar trouwens. I don't hate it. Ben je een banaan of een sinaasappel? Ik ben een banaan. Guus, doggy. Get out of here, please. Oh, Guus, stel nog even een vraagje. Ik ben je moeder! Ben je een gamer? Nee, serieus niet. Ik ben serieus geen gamer. Ik heb dit gewoon nog nooit gespeeld. Dit heb ik wel eens gespeeld. Deze zit gewoon nog in de fucking verpakking. Ik heb dit al een jaar. Gewoon, I don't even know. Ik ben zelf zo'n fucked up gamer dat ik gewoon Call of Duty Ghosts speel. In plaats van Black Ops. En I don't give a shit. Want het is gewoon allemaal met een geweer schieten. Ja, haat maar op mijn hoofd. Ik ben gewoon geen gamer. Ik speel wel. Fuck, ik heb gewoon een vraag van Guus beantwoord. Favoriete fruit? Peer! Boom! Niemand verwacht. Eigenlijk, ik denk dat heel weinig mensen peer als favoriete fruit hebben. Weet je waarom ik peer als favoriete fruit heb? Dat komt omdat appels zijn een beetje zo zurig, weet je wel? Appels zitten net een beetje te veel aan de zure kant. En appels zijn of soms fucked up, of te zacht, of te zuur. En wat ik lastig vind met een appel, dan moet ik echt... dat doen. En dan hebben ze last van mijn gehemeld en shit. Kortom, fucking veel bullshit. Aan de andere kant hebben we dingen als sinaasappels en zo. Die zijn ook lekker. Maar dan moet je weer fucking lang eraan pulken en zo. Een peer is gewoon... is een beetje als een hamstertje. Gewoon een muis is gewoon net te kut. Gewoon net te scherp. Maar een rat is gewoon weer te groot. En te veel werk. Dus een hamstertje is gewoon zo lekker sappig. Gewoon zo soft. Ik had de peer niet met een hamster moeten vergelijken. Nu lijkt het net alsof ik een hamster opeet. I don't do that. Maar voor mij is een peer is het lekkerste. Want dan kun je gewoon, die kun je gewoon fucking sappig en shit. I love it. It's good. I'm telling you. Wat voor onderbroeken heb je aan? Mensen, in de vorige video die ik maakte die over een Q&A ging, had ik precies dezelfde vraag. Het zou nogal beschamend zijn als ik nu exact dezelfde onderbroek aan zou hebben. Dat zou betekenen dat ik 3 weken lang exact dezelfde onderbroek draag. Toch ga ik het jullie laten zien. Aanschouw mijn onderbroek. Hij is blauw. It's not good. Dit voelt niet goed, nee. Oh shit. Oké. Goed, genoeg. Volgende. Neva stuurt... Het is niet eens een vraag. Ja, die had niet eens het respect om een vraagje aan mij te stellen. Je stuurt me gewoon een foto van een vrouw die laat zien dat ze not amused is. Nou, ik kan dat ook hoor. Liever naakt op een tijdschrift staan of liever als clown op een tijdschrift staan? Wel, raad eens. Wat zou ik... Hey, nou, ik zou toch echt wel liever naakt op een ding staan, want dat is veel minder beschamend. Manon, ik respecteer je en ik waardeer je voor het stellen van deze vraag. Ik bedank je voor je tijd, maar ik denk dat je het zelf wel een beetje kan raden. Ik zou natuurlijk zou ik naakt op een tijdschrift gaan. Natuurlijk, fucking nice. Wie wil dat nou niet?
Waar word je snel emotioneel van? Ik zou hierbij willen zeggen films. Ik wil heel graag huilen bij films en shit. Maar dat lukt me nooit. Oké, ik op een of andere manier kan ik nooit huilen bij films. Dus dat valt dan af. Waar ik snel emotioneel van word, is denk ik letterlijk door fysiek mee te maken hoe iemand anders pijn lijdt. Dat vind ik het lastigst. Als ik het zie op beeld of zoiets, of op een film, dan staat het te ver van me af. Dan heb ik geen associatie ermee. Maar als ik hier sta en iemand wordt daar helemaal uitgescholden of fucking hard gepest, dan denk ik, oh man, it's fucking shit. Shit, man. Zo huil ik ook. Als ik huil, dan ga ik... Daarom huil ik ook niet zo vaak, want anders gelooft niemand me dat ik huil. Want het lijkt nep. Snap je? Als je voornaam moest veranderen, welke naam zou het dan zijn? Ik zou als eerste graag willen zeggen dat ik fucking gelukkig ben met mijn voornaam. Maar mocht ik hem toch echt moeten veranderen, dan zou ik toch wel gaan voor Jan. Wat wil je het liefst nog in je leven doen? Ik heb niet echt heel veel goals of zo. Want ik leef echt een episch leven nu, vind ik. Ik ben zo fucking dankbaar voor letterlijk alles. Alleen wat ik nog wel graag zou willen doen. Twee dingen. Eén, en dat heeft allebei te maken met reizen. Dus eigenlijk is het veel reizen. Het is om gewoon echt 3 maanden of 2 maanden op een wereldreis te gaan. Om gewoon te rammen, gewoon te knallen. En het tweede is om eens een keer wakker te worden in New York City. En ik weet gewoon, dat is helemaal niet zo moeilijk. Eigenlijk, in de essentie. Een wereldreis is bijvoorbeeld veel moeilijker. Maar echt in een gewoon gordijnen open doen. Ik doe open. Ik zie daar New York City. En gewoon in een skyscraper van 80 verdiepingen. En gewoon genieten. Dat is niet extreem moeilijk. Maar ik zou het nog wel graag eens een keer willen meemaken, snap je? Dus die twee dingen. En daarnaast heb ik nog iets. En dat is een banaantje eten. Dat zou ik nog heel graag een keer willen doen. Sebastian, welke kleur onderbroek heb je? Fucking look at this! You guys see it? It's fucking blue! Waarom maakt het jullie iets uit wat voor onderbroek iemand aan heeft? Why would it... What difference does it make? It doesn't make any fucking difference. Wat vind je van al het neppe gedoe op YouTube? Hoe bedoel je nep? Wat is een nep dan? Onze cinematische video's, onze sketches zijn nep. Maar dat is geacteerd. Maar verder, zijn gewoon vlogs zijn toch allemaal gewoon echt op YouTube? En pranks zijn toch ook gewoon allemaal echt? Van alle pranks op YouTube zijn toch echt? Of niet? Of al die mensen die in het bos worden ontvoerd en shit. Dat is toch gewoon allemaal echt? Dat is gewoon, daar moet je geen grapjes over maken, man. Dat is echt niet oké. Ik vind het echt niet relaxed als mensen daar grapjes over maken. Dat is fucking erg. Ik bedoel, ik bel elke dag de politie om die mensen te helpen. En ze maken het, maar het is gewoon lastig, weet je. Ze zijn gewoon lastig. Snap je? Het is gewoon moeilijk. Job of Joey? Joost. Stalk je wel eens Instagram accounts van fans en kijkers? Nee. Oké, soms ook iemand tegenkomen en dan denk ik, hey, how do you look? En dan ga ik erop klikken en dan zie ik het en denk ik, I'm out. Meer van of je nou lief bent of niet lief of mooi of minder mooi. Maar meer gewoon van, ik kijk dan even en dan zeg ik, oké, gone. Ik ga nooit stalken. Ik ga nooit gewoon, ik volg nauwelijks fans terug om dat, snap je? Ik krijg superveel Facebook aanvragen voor mensen die vrienden met mij willen worden. Ik word geen vrienden met je. Facebook is de enige plek waarin ik gewoon nog een soort van echte vrienden heb. My life is fucked up, people. Try to understand that, right? Verder ben ik super gelukkig. Als er geen YouTube was, wat had je dan nu gedaan? Ik had dan gewoon ook hier gezeten en nog steeds dit filmpje gemaakt, maar dan op een andere website die precies hetzelfde deed als YouTube, want dat was sowieso gekomen. Dan heet het niet YouTube, maar dan heet het gewoon Video Drop of zo. V-drop. Vid-drop. Vid-drop heette het dan waarschijnlijk. Dus waarschijnlijk had ik precies hetzelfde gedaan, maar dan gewoon op een andere website. Hey, young, innovative, creative, innovation, technology, up in this entrepreneurs, businessman, director of CEO, Kelvin Boerma. Wat is het raarste wat je hebt gedaan toen je dronken was? Ja. Ik heb eens een keer wild geplast. Maar dat is... Ik schaam me daar ook niet eens meer voor. Want dat was echt 5 jaar geleden. Ik heb mijzelf schuldig bevonden aan het plassen van wild. Dat deed ik. Niet op een plekje waar je het niet zag. Maar gewoon midden in de stad. Op de vismarkt in Groningen. Tegen een Xenos. Waar gewoon fucking veel lichten waren. En fucking veel reclameborden met Xenos. En allemaal licht en shit. En ik ging daar gewoon staan en gewoon pissen. En ik was nog niet eens aan het plassen. En kwamen al gewoon politie en burger naar me toe. En ik was nog niet eens begonnen. En zij tikte me op mijn schouders. En toen begon ik pas te pissen. Ik had het gewoon nog kunnen voorkomen. Maar nee, ik was. Dus toen had ik fucking dikke boete. Echt 120 euro boete of zo. Sindsdien ben ik echt fucking voorzichtig met wildplassen. In ieder geval doe het niet bij waar iedereen het ziet. Dat was zo fucking dom. Dat was zo dom. Zo stupid. Nee. Waarom? Inderdaad. Waarom? Waarom, mensen? Waarom? Is wat is, is. Waarom is niet wat is, niet is? Of waarom is wat is, niet is, terwijl het wel zou moeten zijn? Waarom? My brain, people. My brain can't take this. My brain can't take this, people. This question was the best question I ever got. I don't know how to fucking live this life. Oh, fuck. Waarom? Why? Fucking hell, man. I'm getting crazy up in this bitch. I gotta quit. Ik moet stoppen. Ik stop hiermee. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Geef een duimpje omhoog op deze video. En abonneer op mijn kanaal. Dat doet mij veel goeds. Ik word daar gelukkig van. Dus dat is mooi. Bye!
Oh, yo, yo. No one. Fucking no one. Hey. Oh, yeah. I got someone. Someone started to talk to me. Who is it?